Welkom bij het betoverende Fable en Fantasy Festival in Emmen, waar verbeelding geen grenzen kent en dromen tot leven komen. Verken een wereld van fantasie, waar ridders duelleren, waar magische feeën te zien zijn en buitengewone avonturen op je wachten. Laat je verbeelding de vrije loop op het Fable en Fantasy Festival in het voormalige Noorderdierenpark in Emmen. Betreed een wereld vol betovering met compagnie Gallimaufry. Hun middeleeuwse melodieën brengen je naar een tijd van ridders en kastelen, waar muziek harten verovert en de verbeelding doet ontvlammen. Met Emma de Troubadour, een betoverende zangeres en poppenspeelster, wiens melodieën de harten van festivalgangers veroveren. Met haar prachtige stem en haar middeleeuwse instrumenten als metgezel, neemt Emma je mee op een muzikale reis vol emotie en vreugde. Hoog op zijn magische stelte creëert Olaf reusachtige zeebellen. Als fonkelende ballonnen zweven ze door de lucht en worden ze door jong en oud gevangen. Een fantastische magische act voor alle leeftijden. Petra, de betoverende harpiste, creëert een magische wereld met haar betoverende melodieën. Haar muziek voert je mee naar sferen van rust en verbeelding, raakt je ziel en verovert je hart. Thank you.
Maak kennis met de Royal Seahorse Riders, een opmerkelijk steampunk ensemble uit Nederland. Met hun prachtige kostuums en inventieve machines nemen ze ons mee naar een wereld waar vuur, stoom en tandwielen de boventoon voeren. Ja, ik ben ook hot in mijn ogen van Abu Dhabi, die ik er ook voor heb. Ja, ik hoor, ik ben hot in mijn hutte, ik ben hot in mijn volle woorden, maar ik ben hot in mijn ogen van Abu Dhabi, die ik er ook. De trollenfamilie van het Himp Hemp Theater kwam ook langs op het festival. Ja. Deze gekke wezens houden van verhalen vertellen, dansen en zingen. Ze weten goed hoe ze je aan het lachen kunnen maken. Aan de jongste kinderen gedacht.
de geweldige zweefmolen en de spannende schommelbootjes uit het Vidampark in Boedapest zijn zeer in trek. Ik ben Emma de Troubadour en ik ben dus troubadour met de draailier, accordeon en vandaag in de tas omdat het te warm is en de luit en rebec, een viooltje. En ik ben ook poppenspeler en dit is dan mijn planchetpop, dus die kan dan met mij meedansen als ik speel. Zo kan ik een beetje alles tegelijk doen en ik ben ook nog gewoon poppenspeler, zeg maar op een tafel en dan heb ik tafelpoppen en dan heb ik dan een voorstelling van een half uur.